Welkom bij De Accountereers, een podcast van Liantis voor accountants. Mijn naam is Debbie Buys, meer dan twintig jaar actief in de accountancy sector. En samen met mijn collega Andy gaan wij op avontuur en bespreken we de grootste uitdagingen in de accountancy sector. Goedemiddag Debbie, goedemiddag beste luisteraar. Mijn naam is Andy Hens, ik ben marketing business partner bij Liantis voor accountants, ondertussen al tien jaar. De komende acht weken gaan we samen met experts een aantal uitdagingen, een aantal thema's bespreken, gaande van digitalisering, automatisering, AI, naar employer branding en mentaal welzijn. Tijdens elke aflevering hebben we twee vaste rubrieken: de sociale balans en de fiscale fabeltjeskrant. Vandaag hebben we onze eerste experts aan tafel. Welkom. Ja, welkom heren. Uh, ja, want uh, we zitten vandaag in onze eerste aflevering van onze podcast en die gaat over de toekomst. Hè. En als we kijken naar het accountancylandschap, ja. We zien regelmatig artikelen verschijnen over ze vinden geen personeel, de werkdruk ligt te hoog, een negatief imago. Dus ja, we zien heel veel negatieve berichten. Maar uh, vandaar dat we toch deze twee experten hebben uitgenodigd in onze podcast. Welkom Sven Cornelis en Glenn Van Damme. Dankjewel oh, dat wij de spits mogen afbeten bij jullie. Zeer leuk, dankjewel. Zijn er nog zaken dat jullie willen delen met de luisteraar? Nu, zo, zo onmiddellijk niet, maar als er ons iets te binnen schiet, zullen we dat uh, niet aarzelen om dat, uh, dat eigenlijk wel mee te geven. Maar met, met barbecue attributen doe je ons altijd een plezier. Ja. Oh. Ik weet ook nog wel een aantal zaken. Ja? Okay. Ja, jij reist regelmatig naar Scandinavië? Oei. Iemand heeft zijn research gedaan ja nee, nee mijn vrouw is Zweeds en ik mag dat eigenlijk niet vrouw zeggen ik moet mijn partner zeggen want we zijn nog niet getrouwd dan ligt dan weer gevoelig uh, nee nee maar mijn vrouw is Zweeds dus alle schoolvakanties brengen wij door in Zweden dus ongeveer drie maanden per jaar zit ik in Zweden oké okay. Glenn over jou weet ik ook iets oei jij hebt een bijberoep uh, bijberoep? Ik heb, uh, ik heb geen echte bijbroep, ik heb een hobbyproject en dat is houtenvriendjes.be. Dat is een uh, speelgoedzaak voor houten speelgoed, omdat mijn wederhelft, uh, die is kluteronderwijzer is. En uh, ecologisch speelgoed is echt wel een ding. Heel mooi, dankjewel. Oké, okay, interessant. Gaan we dan beginnen, Debbie, de eerste vraag: uh, om te beginnen. De aflevering gaat hier over de toekomst. Uh, maar om de toekomst te begrijpen zeg ik altijd: we kunnen best naar het verleden kijken. Een wijze man zei ooit: To understand the future, we have to look at the past. Moeten we niet die quote raden? Nee, toch? Je moet de quote niet raden. Ik zou graag eens met jullie even terugblikken en kijken welke evoluties heeft de sector al ondergaan en welke zijn van belang, of welke zaak moeten we zeker onthouden om de toekomst te begrijpen. Ja, de vraag is dan natuurlijk hoe ver kijken we terug, maar ik denk als het gaat over digitalisering, wat altijd wel een belangrijk stuk is waar wij het dan over hebben. Ja, er is al veel gebeurd hè, de laatste jaren en uh, soms heb ik ook al medelijden met accountants, want ze moeten ook telkens maar meer, met meer en meer, meer gaan digitaliseren en mee met telkens die nieuwe trends. Uh, maar ze hebben gelukkig al, of een groot deel heeft toch al veel gedaan. Dus ik vrees als we dan de quote toepassen zoals jij die zegt en we kijken naar de toekomst toe, dat het alleen nog maar meer zal zijn en nog sneller. Ja, ik denk een van de kantelmomenten waar we vandaag in zitten is, en dan klinkt dat misschien een beetje contradictorisch. Vroeger was er tijd, vandaag is er geen tijd meer. Eh, waarmee bedoel ik van, als je in contact ging met een klant of met de fiscus, dan stuurde je een brief. En dat was een paar dagen onderweg. En daar zat dan wat tijd tussen. Vandaag is het WhatsApp, e-mail. En je wordt al gebeld als je in niet binnen de 60 minuten hebt geantwoord. Dus, dus tijd is het een van de grootste zaken dat uh, onder druk komt te staan eigenlijk de afgelopen jaren. En dan digitalisering is gewoon de, de klassieke open deur in trappen, denk ik. Maar digitalisering, zorgt dan niet net voor tijd bij de accountants? Wel, dat is een van de grootste misvattingen, denk ik, in de accountice sector. Omdat daar mogelijk. Iedere keer een denkfout wordt gemaakt. Elk proces in digitalisering, dat tijd vrijmaakt zogezegd, wordt ingevuld met meer werk. Niet met ander werk, maar gewoon more of the same. Waarbij dat men zegt van, we gaan wat meer tijd gaan besteden dan aan die klant, zoals dat het misschien vroeger wat meer was. Um, ja, wat dat men gaat doen is, nee, we hebben tijd vrijgemaakt, dus we nemen nog twee extra klanten aan, want stel je voor dat wij de zaterdag en de zondag eens niet zouden moeten werken. Stel je voor. Je zegt meer klanten aannemen. Als we kijken naar de krantenkoppen, nog niet zo heel lang geleden, en jullie, ik zie jullie al knikken, dus jullie weten waar ik naartoe ga gaan. Was er een bericht in De Tijd, uh, ik wil het even kwijt zijn, uh, waar dat er een, ja, een journalist zei dat er heel wat accountants met een klantstop zaten. Er uh, was sprake van 60%. En jij zegt hier, ze nemen meer klanten aan. Ja, ze nemen meer klanten aan, want die, die, die 60% zou ik heel graag challengen. Volgens mij klopt dat niet. Volgens mij is het uh... Het zal dicht in de 0% zijn, want als je vraagt aan een accountant: uh, neem je meer klanten aan? Nee, we hebben een klantenstop. Als je de tweede vraag stelt en als er de zoon, de dochter, de neef, de nicht of whatever komt, uh, neem je dan de klant aan, dan is het antwoord: uh, ja, maar als het familie is, dan doen we dat wel. En dan is de vraag: hoe vaak gebeurt dat? Ja, dat is bijna bij al onze klanten zo. Dus je merkt wel dat dat, toch nog, altijd, uh, dat, dat nog altijd een dingetje is. Dat klopt. En als we accountskantoren spreken over een klantenstop, dan is dat niet zozeer, dan is dat een stop van, in de zin, we nemen niet alles zomaar aan. Je ziet, je ziet bij kantoren dat er meer selectief, dat er een soort profiel wordt bepaald voor het kantoor, en voor die klant gaan we. Dat wil eigenlijk wel zeggen dat je tegen sommige klanten nee zegt, en tegen andere klanten dan weer ja, afhankelijk van welk profiel dat ze hebben. Dus dat is wel een trend die je meer en meer ziet, en ik denk dat dat ook wel een must is, uh, wil je in de toekomst een, een verschil willen blijven ja. maken. Je bedoelt effectief het selectief bedienen van bepaalde klanten? Ja, ik denk dat uh, elk accountskantoor die oefening moet maken. En het kan geen kwaad dat dan uh, sommige kantoren op hetzelfde profiel uitkomen, want dan uh, zitten we met het uh, aanbod en, uh, en vraag. Vandaag de dag zijn er eigenlijk te weinig accountants voor het aantal ondernemers dat een accountant nodig heeft. Dus op zich zitten we daar uh, met de accountiesector in een luxe positie. En, en daar is dan misschien het jammer dat we hebben aanbod en vraag gesteld, terwijl ik misschien nogal de prijs even bovenop gooi, dan hebben ze alle drie gehad. Um, de prijszetting, denk ik, die, 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 die zit nog altijd gemiddeld gezien aan de lage kant. Uh, en dat, ik hoop dat er hier ook ondernemers naartoe luisteren. De kans dat je te weinig betaalt vandaag bij je accountant, is vele malen groter. groter dan dat je te veel betaalt. Ja. Ja. Oké. Okay. Nee, duidelijk, de, de toekomst, dat is ook nieuwe medewerkers van nieuwe medewerkers. Hoe zien we daar naar toe? Ja, wij, wij hebben het voorrecht om uh, als gastdocent in een verschillende aantal scholen te mogen spreken. En wat dat we daar zien is dat het aantal studenten, ik denk dat we daar x aantal jaar, 6, 7 jaar geleden zijn daarmee begonnen. Hey, dat was in Leuven, dat herinner ik me nog. Die eerste klas, daar zaten 120 uh, studenten uh, accountie en fiscaliteit. We hebben dat opnieuw uh, gedaan dit jaar. En daar zaten er nog 26, als ik uh, me goed herinner. Dus gemerkt dat er een gigantische drop is. Er is ook een uitstroom in die sector. Dus daar moeten wel dingen gebeuren. Uh, en dat is iets wat uh, ja dat we niet op mogen wachten. We gaan nu moeten zaaien om in de langere toekomst toe die problematiek wel voor een stukje te gaan opvangen. En daarom dat wij eigenlijk ook weer gestart zijn met het project Samen Impact, waarbij we dus wetenschappelijk onderzoek steunen om de Nabo-methode, wat staat voor de nieuwe aanpak boekhoudkundig onderwijs, om daar verdere studies op te kunnen doen voor te kijken van moeten we die aanpak nog een beetje aanpassen, moeten we dat verdiepen, moeten we daar nog wat veranderingen doen. Want dat is iets dat al Actief sinds 2018. De eerste resultaten zijn zeer positief. Eh, wat maakt eigenlijk dat na het volgen van die cursus door leerkrachten op hun beurt passen zij hun lessenpakket aan? En leerlingen zijn meer gemotiveerd, hebben meer zin in cijfers, zijn meer ondernemersgericht, eh, financiële geletterdheid neemt toe. Dat zijn allemaal pluspunten. Is dat een garantie dat we meer accounts gaan hebben later? Nee. Maar de kans dat we er meer gaan hebben, is er wel. Dus we moeten eigenlijk vandaag beginnen aan de, oor, aan, aan de kern van het probleem van waar worden de keuzes gemaakt, wat ga ik later doen, om dan later die, die tekort aan medewerkers hopelijk daar een deel van het antwoord op te kunnen vinden. Dus eigenlijk zien jullie de toekomst rooskleurig? Ik denk in een de sector, volgens mij is dat een van de beste sectoren waar je kan inzitten. Het is toekomstbestendig, het is dynamisch, het is plezant, het is gewoon ja dit, een van de coolste sectoren ja klopt daar zijn we bij Leantis eigenlijk ook van overtuigd ongeacht hoeveel uitdagingen er ook zijn niks lijkt bij onoverkomelijk met de juiste acties met de juiste strategie ja klopt de sociale balans oké okay. ik denk dat het nu tijd is om naar onze eerste rubriek te gaan de sociale balans ja, en in deze rubriek gaat uh, Andy ons een opmerkelijke tweet-artikel vertellen. Dus uh, ja, heren, uh, ik ben zelf ook benieuwd wat uh, Andy gespot heeft. Dus uh, Andy, vertel, wat heb je voor ons gevonden? Ik heb vandaag een bericht bij van Gert Arras van QFK Tax Accountants. Ik zie jullie allebei knikken. Ik denk dat Gert. Jullie wel gekend? Klopt. Mag ik zeggen dat Gert een scherpe pen heeft? Wij houden van de manier waarop hij durft te schrijven. Oké. Dus Gert had het in zijn bericht over het feit dat hij een permanente oplossing wil voor het tekort aan accountieprofielen in zijn kantoor en daarvoor is hij naar het buitenland getrokken. En in het buitenland heeft hij een aantal, uh, nieuwe, allez, is hij op zoek gegaan naar een aantal nieuwe profielen voor zijn compliance taken en hoopt hij um, op die manier zijn kantoor futureproof te maken. Um, blijkt dat er zelf al vraag is van andere kantoren om op een gelijkaardige manier te gaan werken. Dus eigenlijk hetgeen dat Gerta uh, heeft gedaan, is dus een vorm van outsourcing, op zich niet nieuw. Uh, hij zegt ook, de Big Four doet het, waarom zouden wij het niet doen? Um, maar op zich, als we kijken naar de toekomst, zien jullie daar toekomst in? Hoe, hoe staan jullie tegenover outsourcing? Ik denk dat de uitdaging die we voorstellen, dat er verschillende oplossingen heeft. Ik denk dat Hertha één van de oplossingen heeft. Samen Impact zal een andere zijn. En dan denk ik dat technologie omarmen zomaar nog een derde kan zijn. Dus dat zullen er heel veel verschillende oplossingen zijn die we gaan nodig hebben om, zoals Sven net al gezegd heeft, de vraag is vele malen hoger dan het aanbod. Als we gaan willen die ondernemer blijven ondersteunen, ja, dan zal de sector wel bepaalde maatregelen moeten nemen. Ik geloof heel sterk in outsourcing, uh, maar weliswaar op voorwaarden dat de mensen waarmee dat je samenwerkt in outsourcing, dat die. Dat is dan niet exclusief, is dan een beetje een slecht woord, maar alleen voor dat kantoorwerken. Waar ik niet in geloof is dat je ergens zo een fabriek hebt in het buitenland die at random uh, documenten gaat verwerken, daar geloof ik niet in. Ik geloof wel in, in krachten, uh, outsourced, die dan dedicated uh, voor jouw kantoor werken, daar geloof ik heel hard in. En want tenslotte was dat een van de vaststellingen ook waar we vorig jaar in uh, Accountex, uh, daar zitten heel veel, in de anglo saxische wereld eigenlijk wordt volgens mij alle compliance gedaan in India. Iedereen zit daar in India, dus dat is daar helemaal in, bij ons is nog niet zozeer ingeburgerd. Maar het kan op korte termijn een oplossing zijn, en op lange termijn ook. Want nogmaals, vraag en aanbod: uh, iedereen kan schalen, en dat is een van die manieren om te kunnen schalen. We lezen ook regelmatig dat uh, ondernemers geen accountant meer gaan vinden. Hoe kijken jullie daarnaar? Maar ik denk dat een ondernemer die de waarde van een accountant correct inschat, uh, dat hij altijd een ondernemer zal vinden. De lees... Een accountant? Uh, Als ik een accountant zal vinden, lees uh, die zal al moeten betalen uh, voor een goede accountant te hebben. Uh, en dat is iets wat vandaag wordt er vaak gepercipieerd: dat accountants zijn duur of die moeten meer advies gaan geven. Dat zijn trouwens twee dingen dat wij niet in geloven. We vinden dat de accountant te goedkoop is en advies dat doen ze volgens ons al jaren dat ze dat geven. Um, dus ik. ik, ik, ik ik denk een ondernemer die echt wil samenwerken met een accountant, die zal die nog altijd vinden. Ja, helemaal mee eens. Als je gewoon de getallen naast elkaar gaat zetten, dan klopt dat. Er gaan er te veel ondernemers zijn voor de accountants om ze te kunnen servicen. Maar diegenen die willen samenwerken met een accountant, gaan altijd een accountant vinden. Want ik steek er mijn hand voor in het vuur. Diegenen die geen accountant vinden, ja, daar scheelt iets mee. En dan weten de accountants wel uh, wat, wat daarmee bedoeld wordt. Dat wordt ook wel eens een PITA-klant genoemd. Ja. ja. Oké, okay, maar als we dan kijken naar uh, de booming business van de accountancy-apps, dat zijn er ook heel veel die daarop zitten, die niet per se een boekhouder hebben, een accountant hebben. Um, hoe zien jullie uh, het succes? Of, um, ja, de booming business van, uh, van de accountie-apps tegemoet? Maar ik denk dat de, de, de apps die vandaag bestaan, die richten zich vooral naar die B-beroepen en die eenmanszaak, waarbij dat eigenlijk de kostprijs van een account vandaag eigenlijk niet te rechtvaardigen is om daar altijd bij te zijn. Um, wat ik denk dat niet mag onderschat worden, is dat menselijke contact dat, dat nog altijd een ding is. In de scholen stellen wij altijd de volgende vraag. Uh, je staat voor een bakkerij. Uh, er staan zeven mensen aanschuiven in de bakker. En er staat een broodautomaat. Waar ga je je brood kopen? En dan valt het ons op. Uh, trouwens, bij, meestal als we dat in een accountskantoor vragen, dan zegt iedereen: Ja, maar ik ga binnen in de bakker. Uh, als we dat vragen aan studenten, is er nog altijd 50-50 die toch ook al had gaan aanschuiven. Dus je voelt wel aan: oké, okay, er is een shift bezig. En die apps die worden wel omarmd. Maar dat menselijke contact mag je niet onderschatten. En dat zal je mogen automatiseren. Zoveel dat je wel, die een klik die je met iemand hebt of niet, dat kun je niet gaan automatiseren. Klopt. En ook die, die accountie-app, ik denk dat je die in, in twee grote groepen moet indelen. Zij die geschikt zijn voor vernootschappen en zij die geschikt zijn dan voor die bijberoepers en die eenmanszaken. Het punt is dat. En mogelijk dat ik nu wel wat. Uh, Zand in de in de strooi is van een bijberoep of, uh, of een zelfstandige die heeft niet altijd nood aan een accountant. Als dat een goede tool is waar een goede begeleiding in zit, dan is dat goed genoeg. En Accountant en een eenmanszaak, ja, dat loopt niet altijd even makkelijk, want dat wordt er meestal bij gedaan. De focus van accountant ligt meestal op vernootschappen en als daar dan plots een bende bijberoepers en uh, eenmanszaken bij komt, ja, dat is, dat is niet hetzelfde uh, operational efficiency, dat is eigenlijk iets anders. Uh, ik kan best begrijpen dat er een accountskantoor kan zijn dat alleen maar dat service in de zin van alleen maar eenmanszaken, nee, nee, dan geloof ik dat, maar Dynamics is heel moeilijk om dat Allebei zeer efficiënt te doen. Dus van, dat verklaart een stukje dat succes van die, van die apps die zich richten op die eenmanszaken en die bijbroepers. Glenn, ik lees ook heel veel in de media dat hè, accountants meer een adviseur moeten worden. Ik weet dat Sven dat woord niet graag hoort. Ja. Dus Glenn. Voeg er nog proactief aan toe. Ja, nee, nee, dus, uh, uh, dat geldt voor alle twee trouwens. Uh, nee, wij, 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 wij vinden eigenlijk dat advies al jaren gegeven wordt. Al, al decennia wordt dat gegeven door accountants. En laten we daar duidelijk over zijn, dat is er al. Wat wij denken is dat eigenlijk het topic zou moeten veranderd worden. Het topic zou eigenlijk moeten shiften van we gaan meer advies geven naar we gaan meer experience gaan geven. Meer experience naar medewerkers, meer experience naar klanten, meer experience in het algemeen. Ik neem dan altijd het voorbeeld van, ik ben altijd aan het wachten op de eerste accountant die samen met zijn klant de resultaten gaat gaan bespreken al lopend, bijvoorbeeld. Ah, ja, ja, ja. Ja. Ik ben ervan overtuigd dat veel ondernemers daar veel meer voor zouden willen betalen. Want laten we eerlijk zijn, als ik bij kantoor A of kantoor B mijn jaarrekening kreeg, ik mag hopen dat die eigenlijk krak hetzelfde zou zijn. Dus op het product gaan we geen verschil maken. Nee, klopt, dat gaan, dat gaan punten en comma's zijn. Maar het is inderdaad die, die ervaring waar, waar je het verschil kan maken. En dan maakt het eigenlijk niet uit of dat je dan enkel maar zo gezegd een compliance-kantoor bent, of dan zo dat typisch advieskantoor. Wil, elke. Medewerker, elke klant is op zoek naar een zekere ervaring, wat die ook mogen zijn. En je kan daar perfect een onderscheid in maken, en je kan daar beginnen op focussen en alles daarop beginnen af te stemmen. Eén, denk je dat dan de accountant net iets gelukkiger wordt, die een ondernemer is gelukkiger, en dat lijkt me dan zomaar een win-win. Mutual understanding dus. Mooi. Heel mooi. Dus eigenlijk kunnen we stellen dat of je nu een klein, middelgroot of groot accountancy kantoor hebt. Voor iedereen ziet de toekomst er mooi uit. Zeker weten. Dankjewel voor jullie inzichten. De Fiscale Fabeltjeskrant. Oké, okay, Glensven, we zijn aangekomen bij onze tweede rubriek, de Fiscale Fabeltjeskrant. De Fiscale Fabeltjeskrant heeft Tabby twee verhalen bij. Aan jullie om uit te maken of deze waar of niet waar zijn. Is er een prijs? Misschien. Ik heb twee verhalen bij voor jullie en jullie mogen straks zeggen of dat het een fabel is, al dan niet. Mijn eerste verhaal is de, specifiek over influencers. Dus op de website van de FOD Financiën is er nu specifiek een pagina voor influencers. Want vanaf nu moeten zij ook hun prestaties factureren, BTW aanrekenen. Ze moeten ook een jaarlijkse klantenlisting bezorgen. En ze komen ook in aanmerking voor de vrijstellingsregeling. Omwille van een omzet uh, van minder dan 25.000 euro. Is deze stelling waar of niet waar? Ik mag hopen dat je weet dat ik een mislukte sportmanager ben. Uh, dus ik <laughs> ben heel... geen mislukte turnmeester. Ja, dus <laughs> heel... ik, ik, uh, ik heb iets gehoord over ACID en dat soort dingen. Dus ik ga zeggen dat het waar is. Ja. Wat hebben we gewonnen? Andy, wat hebben ze gewonnen? Ja, is het waar of is niet waar? het is, waar. is waar. Ja, het, was een ja, he? het was een gemakkelijke. Het was een gemakkelijke. Nu benieuwd naar de tweede. Oké, okay. goed. Vorig jaar is er een survey geweest in België um, waaruit blijkt dat um, één op de drie accountants het beroep afraadt. Dus dat wil dus zeggen, want de groep is ook groeiende. Dus dat wil dus zeggen dat naar volgend jaar toe dat drie op de vier accountants gaan zeggen tegen de jeugd van. Nee, dit is geen interessant beroep voor jullie. Ik mag hopen van niet. Nee, ja. Zo'n negatief verhaal. Plus ik ga doen zoals op het examen vroeger. Als het eerste A was, dan is het volgende B. Okay. Het is niet, waar, niet Goed. waar. Het is inderdaad niet waar. Gelukkig waar. Oké, maar om even terug te komen op die influencers. Vinden jullie dat die er voldoende zijn in de accountancy sector? Specifiek in de accountancy sector. Dat is nog wel een leuke. Ja, er is volgens mij niemand... Oké, okay, er is een campagne met Bokkie de Rapper geweest. Uh, maar goed, uh, of dat, dat dan een accountant... Of dat dat afstal op een accountant, dat laat ik dan in het midden. Dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Ik denk dat het al goed zou zijn mochten er specifieke gezichten naar buiten komen die accountants zijn. En waarom dat ze gekozen hebben voor hun job. En dat gebeurt inderdaad vandaag net iets te weinig. Ja. Dat klopt. Maar je hebt een paar comedians die dan nog wel uh, goed zitten, Maar ik denk niet dat we die influencer kunnen noemen. Ik denk dat wat, wat Kamal doet met zijn, met zijn show, is, is eigenlijk echt wel, wel cool uh, om accountancy positief te belichten. Uh, die in de klassieke en andere show daar, van met, zijn, met zijn powerpointings daar, dat, dat is ook nog een ding. Maar ik vind geen, wat Kamal doet, dat vind ik, vind ik echt wel fantastisch. Maar het zou wel een idee zijn, moesten daar meer accountancy kantoren op inzetten. Ik hoop van de weten. manier waarop je denkt. Ja. Dankjewel. Of iets voor de mannen van de Finplex club misschien. Brengt Glen niet op ideeën. <laughs> ja, de opportunist in mij is nu al een beetje aan het vreugde sprongetjes aan het maken. Ja. Oké, okay, goed. Dan komen we aan het einde van onze eerste aflevering. En uh, voordat wij jullie laten vertrekken, wil ik van jullie nog drie tips die jullie aan onze luisteraars willen meegeven. En uiteraard, topic is. De toekomst. Welke tips geven jullie mee? Je hebt de eerste keer geademd. Dus jij mag starten. Ah, ik voel het wel aan. Oké, okay. dat is altijd de smerige tactiek, natuurlijk. Ik ga beginnen met um, omarm de oplossingen die er vandaag al zijn, dan denk ik technologie is een stuk van de oplossing. Je ziet dat niet als de vijand. Uh, of dan die nu jaarlijks een indexatie van prijzen doen of niet, doe dat dan zelf in uw kantoor. Als we het dan toch hebben over prijzen, alsjeblieft, heel de sector trek uw prijzen massaal omhoog, want dat helpt naar de toekomst. Je gaat makkelijker mensen kunnen overtuigen om bij u te komen werken, want je hebt meer budget en je zal ook makkelijker kunnen investeren in software um, en dan nog een derde zet in op die experience. Ja, heel mooi. Uh, ik zou daar ook bij aanvullen: denk na wie dat voor jou een ideale klant is en die is voor. Elk kantoor anders, maar denk daar gewoon over na en probeer daar je offering op aan te sluiten, eh, je werking op aan te sluiten en ook de type medewerkers die je zoekt om daarop te laten aansluiten. Dat is een oefening die niet over één, één dag in orde is. Eh, je moet daar een klein beetje wat tijd in investeren en maak fouten. Leer van je fouten en ga, ja, ga gewoon aan de slag. Stap voor stap, kleine stapjes, eh, dat is ook een wandeling. Oké, okay, heel mooi, dankjewel voor jullie uh, inzichten. Oké, okay, daar rest er ons nog enkel om jullie als experts, maar ook de luisteraar te bedanken om te luisteren naar onze eerste aflevering. Wij kijken er alvast naar uit om uh, nieuwe aflevering te maken. Ik denk dat nou we vandaag voldoende stof om na te denken hebben gekregen van jullie. Dus dank u wel daarvoor. Ja, dank je En wij nodigen onze luisteraars alvast uit voor onze volgende aflevering. Oké, okay, ik zou zeggen. Tot de volgende keer. Dank je wel en aan alle luisteraars. Wij zien jullie hopelijk terug in onze nieuwe aflevering. Tot de volgende.